Bewoners van de inheemse dorpen in Zuid-Suriname kunnen nu genieten van een online radiostation met omroepers die zelf van het gebied zijn. Het station is opgezet door het Amazone Conservation Team ACT Suriname. Dit project is vorig jaar augustus gestart. De jongeren uit Zuid-Suriname hebben in twee groepen een omroeperstraining gevolgd. De certificaatuitreiking vond gisteren plaats in Paramaribo. Stichting Apache Suriname was belast met de training van de omroepers. Raoul Swedo, vertegenwoordiger van de stichting, vertelt waarom dit online radiostation is opgezet. Omdat u weet dat de frequenties die we hier hebben op de radio niet in het zuiden, tenminste Zuid-Suriname, niet te ontvangen zijn. Maar de mensen moeten natuurlijk ook genieten van informatie, muziek, entertainment, noem maar op. En er is toen dus bedacht om Tareno Media op te zetten in Zuid-Suriname, dat is dus in Kwamala Samutu. En vanuit Kwamala Samutu zijn er in de verschillende dorpen, de omliggende dorpen in Zuid-Suriname, zijn er dan stations geplaatst, zodat de mensen via internet Tareno Media kunnen volgen. Ze zijn dan in elk geval klaar om tenminste een uitzending te kunnen beginnen en een uitzending te kunnen beëindigen. Er komen meer sessies en in de eerstvolgende sessie gaan ze zich dan klaarmaken om natuurlijk programma's en producties te kunnen maken. Dat is dus in de volgende sessie. Maar tot zover zijn ze dan wel opgeleid om tenminste een programma te starten, een programma te beëindigen en muziek af te kunnen draaien. Celine Patapot, die als tolk fungeerde voor de nieuwe omroepers, zegt dat het radiostation het gebied waar zij wonen zal verbinden met de stad. Dit radiostation is een nieuwe ontwikkeling voor de dorpen in het zuiden van Suriname. Want in het zuiden heb je helemaal geen lawaai of je kan niks horen vanuit wat er in de stad gebeurt. Zoals nieuws of radio's heb je helemaal niet in de stad. En ook hebben we ook geen stroom daar zo. En ja, je hebt geen bepaalde dingen wat je hier in de stad hebt. En zo, voor mij was het echt een goede training. En ik heb wat meegemaakt wat ik nooit heb meegemaakt. En ik heb meer leren kennen wat ik niet had, had ervaren. Maar nu heb ik gezien dat het gaat. En het is heel belangrijk voor mij dat het een ontwikkeling kan zijn voor mijn dorp zelf. Dat ik iets kan doen in mijn dorp. Of als ik wat heb te vertellen, zullen jullie het ook horen vanuit Zuid-Suriname helemaal naar de stad toe. De omroepers van Zuid-Suriname hopen dat er meer ontwikkelingsprojecten voor hun gebied zullen komen.